Welkom bij deze video van lokaalvindbaar.nl. In deze video ga ik u laten zien hoe u deze producten, dus affiliate producten, kan importeren in uw webshop door middel van een XML productfeed. Ja, die gaan wij downloaden of in ieder geval opslaan en gebruiken in onze webshop. En ik ga u precies laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Dus we gaan nu naar het Desicon Affiliate Netwerk. Daar ben ik al aangemeld. En ik wil producten ophalen van X2. En X2 is een winkel die gespecialiseerd is in grote matenkleding. Het is een hele interessante branche. Vrouwen met een baantje meer die shoppen toch in het algemeen gewoon online. Die hebben weinig zin om bijvoorbeeld naar een winkel te gaan. Wat ik me heel goed kan voorstellen. Dus ja, die kopen dat gewoon online. Dus het is interessant om producten te verkopen van bijvoorbeeld X2 voor vrouwen met een maatje meer. Nou, hoe gaat het nou precies in zijn werk? Dat ga ik u laten zien. Op het moment dat u bent aangemeld bij het affiliate netwerk, dan ziet u hier ook, ja, ik ben dus goedgekeurd. Dat ziet u hier staan. Kijk, als hij oranje is, dan is hij nog niet goedgekeurd, dan is hij onder beoordeling. Dus ik kan gewoon de feed kan ik ophalen van X2. Heb ik hem gewoon heel netjes even aangevinkt. En dan gaan we gewoon kijken naar de productfeed. Ja, dus laten we dat gewoon eens aanklikken. Kijken wat er dan gebeurt. Op het moment dat we dus het veetje weer zetten bij x2.nl. Ja, wat we dan moeten doen. We moeten natuurlijk wel kiezen voor de juiste website. Heeft u dus meerdere websites bij Desicon, dan is het heel belangrijk dat u dit controleert. Want u zag net dat hij een hele andere website eigenlijk... wou aanmelden. En ja, dat is niet de website waar wij de producten voor hebben. En dan klopt het ID ook niet meer. Want u ziet hier, ziet u staan een sub-ID. Dus je moet altijd kijken of het media in overeenkomst is met de productfeeds die u wil ophalen. Dus in dit geval is mijn sub-ID 250345. Ja, dus zo gaan wij de productfeeds en dan kunnen we zo wel kiezen als een XML-file of een CSV. Dan gaan we zo bekijken wat interessanter voor ons is. Even kijken, alle regels heeft hij geselecteerd. Dus eigenlijk wat hij doet, hij selecteert al dit. U ziet het hier staan, een image, een categorie, een Desicon Unique ID, een minimaal prijs, een maximaal prijs, de brand... Dan ziet hier het brand staan. Dit is even een voorbeeld van een shirt. Dan zien we ook gender staan. Dus of het een man of een vrouw is. Nou, in dit geval is dat voor dames. Dat ziet u eigenlijk allemaal precies staan wat hier in die feed zit. En dan zullen we dus die feed kunnen selecteren. En die zullen wij kunnen importeren in de webshop. Ik zal even de webshop laten zien, grotematenonline.nl. Heb ik al een mooie webshop heb ik opgezet. Met aan de zijkant een aantal banners die verwijzen naar de producten. Of die moeten gaan verwijzen naar de producten, want er zitten dus nog geen producten in mijn affiliate webshop. Even terug naar Desicon. Dus wat we dan eigenlijk doen, is we kopiëren. We gaan er gewoon even op staan en we kopiëren deze feed. Dan willen we deze feed willen we inbrengen in de webshop van grotematenonline.nl. Nou, laten we eens kijken hoe we dat precies kunnen doen. Wat we dan kunnen doen, dan kan ik naar de All Import, de WP All Import plugin gaan. Dat is gewoon een zeer gedegen plugin die ik altijd gebruik voor het importeren van affiliate producten. Dus nu zeggen we gewoon nieuw import. Ik heb het nog helemaal niet uitgeprobeerd, dus ik hoop dat ik alles heb geïnstalleerd. Dan kom ik heel snel achter nu. Dus we gaan gewoon kijken of het lukt om deze producten in te voeren. Nou, u ziet het lukt. U ziet dan ook meteen wat de titel is. Dus de titel is shirt van X2 voor vrouwen met grote maten. We hebben een korte description. Dus u ziet hier de description staan. Dus dat is eigenlijk gewoon een meta description. Ja, die meta-description kunnen we door middel van de plugin kunnen we die ook veranderen. Dus dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen van de titel komt aan het begin. Dan komt er uitleg over het product. Dus dit is wat je dus bijvoorbeeld in een SEO-plugin zet. Bijvoorbeeld Yoast in je meta-description. Dat is het gedeelte wat u ziet op internet. Ik zal even een voorbeeld geven. Dat zijn eigenlijk twee zinnetjes. Dus deze twee zinnetjes, dat is de meta-description.
Nou, en die meta-description, ja, die willen we natuurlijk ook gebruiken in onze plugin en alle keywords die voorhanden zijn. Nou, u ziet, heel mooi, ze hebben ook de sizes hebben ze allemaal aangegeven. Dus in welke sizes precies, in dit geval het shirt van X2 te koop is. Dus dat loopt ongeveer van maat 46 tot een maat 60. We zien de categorie, nou de categorie is gewoon shirts. Nu kunnen we in feite gewoon naar de volgende pagina. Dus ik verschuif hem, want dan kan ik hier naar de volgende pagina. En dan gaan we in feite gewoon de meta-description gaan we maken. Ik zet deze even aan de linkerkant. En dan kunt u even goed met me meekijken wat ik precies doe. Dus wat ik nu doe is eigenlijk, ik sleep de title, sleep ik in het titelveld. U ziet hier drag en drop de elements from the right to the left to build your template. Dus dat ga ik u zo laten zien hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Nu kunnen we dus gewoon zeggen, kunnen we onze eigen meta description maken, wat een heel groot voordeel is. Want u kan zich voorstellen dat er waarschijnlijk meerdere partijen zijn die zich richten op dezelfde producten of die deze producten ook gebruiken. Het zou dus kunnen betekenen dat u duplicate content krijgt. En dat is iets wat u niet wil. U wil geen duplicate content. U wil originele content wilt u hebben. En op deze manier kunt u dat in feite gewoon krijgen of maken. Even kijken. Shirt, categorie, sizes. Ik zit even te kijken wat we dan precies kunnen inbrengen. Dames kunnen we inbrengen. We kunnen zelfs een prijs, een minimumprijs en een normale prijs kunnen we inbrengen. Ja, dus zowel. Kijk wat u ziet hier. Even kijken als het goed is. Deze komt unique ID. De description. U ziet hier de stock. U ziet hier brand. U ziet hier de subcategorie. U ziet de sizes. Nog een categorie. Even kijken. Oh, shirts. Ja, dat is nog een categorie. Maar dat is dus eigenlijk dezelfde. Dezelfde categorie. Dus dat heeft dan allemaal niet zoveel zin. Even kijken of we genoeg informatie hebben. Om een interessante meta-description te maken. We gaan even kijken. Ja, we kunnen zo direct ook een voorbeeld kunnen we creëren van die meta-description. Kijk, als een preview. Dus om een voorbeeld te geven, wat hebben we nu? Nou, we hebben dus in feite niets. Even kijken hoor, want... Ja, kijk. Ja, nu hebben we dit dus als... dit als title. En dit hebben we dus als meta-description. Dus is dit hier staan de meta-description. Dat is wat ik nu eigenlijk even omcirkel. Laten we verder gaan. Even kijken, want we doen altijd een spatie doen we ertussen. En u ziet hier, kijk, als we dit dus gaan invullen als een meta description, dan wordt het al snel te lang. U ziet zelfs more ziet u staan, dat betekent dat er nog meer tekst is. Ja, dat past nooit als meta description, want die heeft hoofdzakelijk maar twee regels ongeveer. Dus zeg 140 karakters. X2 zit er al een keer in, maar die zouden we nog een keer kunnen gebruiken. Dus wat we nu zouden kunnen doen, we zouden gewoon het brand zouden we hier kunnen slepen. We kunnen zo direct kijken hoe dat eruit ziet. We zouden de subcategorie zouden we er naartoe kunnen slepen. Even kijken, we zouden het materiaal zouden we kunnen gebruiken. Ik kijk even, dames. Nou, dat is misschien een handig keyword ook om erbij te zetten. De kleur. Zo. Dan ga ik nog iets naar beneden. Kijken of we niet iets over hebben. Nou, we hebben niets over. Dan kunnen we de sizes zouden nog kunnen neerzetten. Dan doen we gewoon weer een preview. Dan zouden we nog één keer, zeg maar, de zin kunnen neerzetten. Dus hierachter. En dan komen we ongeveer op twee regels. En dan moet dat precies passen in de meta description. Dus laten we kijken of we dat voor elkaar krijgen. Ja, dus ik laat u ook precies zien hoe u die producten in uw webshop kan zetten. Op een originele manier.
zodat u geen duplicate content krijgt. Nou, laten we eens kijken wat we nu hebben. Ja, dat lijkt mij dus gewoon helemaal correct. Dus dit lijkt mij een mooie meta description. Dus even voor het voorbeeld, laten we dan even grote maten pakken, want daar zijn we nu mee bezig. Oké. Nou, dan ziet u dat zeg maar dit een meta description is van het bijvoorbeeld van het product. Dus u ziet dat hier staan, dus dat is ongeveer vergelijkbaar met hetgene wat we hebben. Ja, dat kijk, u ziet hier zelfs hebben ze een langere meta description op Marktplaats. Of op X2 hebben ze zelfs deze meta description. Oké, nou dat lijkt me gewoon helemaal correct. Dus we hebben de meta description gewoon goed ingevuld op onze website. Oké, ja, dan neem ik deze tekst en open ik even een nieuw document. Of ik zet wel even de meta description zet ik eronder. Dan weet ik gewoon precies wat we op dit moment hebben als meta description. Dus laten we deze afsluiten. Ja, we zouden ook nog next kunnen doen. Want ja, we zitten nu op product 1. Laten we gewoon eens kijken naar product 2. Of zo, je neemt hem niet kwalijk. Nu gaan we gewoon naar het invullen van de rest van de gegevens. Ja, dan zeggen we dus in feite WooCommerce products. Moment, reageert hij een beetje traag. Ja, dan kunnen we in de plugin kunnen we invullen dat het gaat om een external affiliate product. Ja, dan is het soms wat lastig leesbaar, maar we kunnen hem gewoon kleiner maken. Ja, wat we nu gaan doen, we gaan nu eigenlijk unique ID, Desicon unique ID gaan we hier invullen. Ja, zodat ze altijd weten dat het ID van mij afkomt en zodat ik ook provisie krijg over de producten die worden verkocht. Nou, als we dat hebben gedaan, gaan we de product URL gaan we invullen. Dus de product URL. Ja, de button tekst, dat is eigenlijk van koop nu of bestel. Maar ik doe meer informatie. Ja, zodat ze het idee hebben dat ze meer informatie krijgen. Dan kunnen ze surfen bijvoorbeeld naar de webshop van X2. En ja, daar kunnen ze dan ook meteen het product bestellen. Even kijken, we hebben een regular price. Het is wel in het Engels. Even kijken hoor, want meestal hebben we bovenaan hebben de prijs. Kijk, u ziet hier de medium prijs staan. En de old price. Dus, ach, er is een update klaar, die klik ik even weg. Ja, dan moet ik zelf ook even heel goed denken. Even kijken, dit is de old price en dit is de, dus we kunnen de old price kunnen we hier neerzetten en de sales price. Zo, dat kunnen we later ook nog controleren, want we gaan maar een aantal producten gaan we invoeren. Niet alle producten meteen, we doen maar 5 producten. Dan kunnen we gewoon kijken of die 5 producten goed zijn ingevuld. Ja, dan moeten we natuurlijk uiteraard ook een categorie moeten we toevoegen. Ja, die categorie kunnen we gewoon, even kijken, categorie kunnen we gewoon hier halen. Ik zie zo even geen subcategorie. Nee, geen subcategorie. Ja, dat zegt, ja, dan heet hij ook, even kijken, categorie, ik zie hier shirts. Even kijken, dames. Oké, nou dit lijkt me allemaal gewoon te kloppen. Dan kunnen we gewoon meteen de tag invullen. Nou, de tag is bijvoorbeeld de titel. Dus u ziet hier de titel, ziet u staan. Oké, dan hebben we dit ingevuld. Ja, dan gaan we gewoon naar het volgende veld. Nou, dat is eigenlijk van de Yoast plugin. Kijk, hier kan je bijvoorbeeld het focus keywords. Dus laten we dat gewoon eens even voor het voorbeeld gewoon doen. Dus we vullen hier bijvoorbeeld de titel vullen we in. Kijk, zo gaat je SEO dus ook kloppen. Je meta description. Even nadenken hoe ik dat ook weer deed. Ah. Ja, dat had ik eigenlijk in de vorige stap had ik al die. Die heb ik natuurlijk wel hier opgeslagen. Maar die had ik eigenlijk in de stap hiervoor. Had ik. Ja, die, ja, oké, dat zeggen die,
Even kijken. Oh, ik denk dat er aangebeld wordt. Dus ik moet even verder. Ik kom zo bij u terug. Met betrekking tot de volgende uitleg. Hoe precies die producten invoer. Dit was Mark Kooijman. Ja, ik denk dat er een pakketje wordt bezorgd. Voor lokaalvindbaar.nl. Kijkt u naar de volgende video. Deel 2. Dank u wel.